De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthoed, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam kraanverhuur, Tol plaatwerk, Kras recycling en Kivo plastic verpakkingen. Ja, vuurwerk op het veld en mensen die stadions binnendringen. Het voetbalwereldje liet zich niet van de beste kant zien. Jack, heb jij nog iets moois gezien de afgelopen week? Ja, absoluut. Ik vind Cambuur een openbaring voor de Eredivisie. Fris, aanvallend en georganiseerd voetbal. Leuk. Ja, absoluut. We rollen een nieuw voetbalweekend in. Dat doen we met Tom Overtoom, speler van Telstar en de aanvoerder van FC Volendam, Damon Mirani. Welkom bij aflevering 17 van de Aftrap. Hij speelde de laatste jaren om de prijzen bij Almere City FC, maar de drempel naar de Eredivisie die bleek toch net even te hoog. Nu staat aanvoerder Damon Mirani met FC Volendam bovenaan in de Eerste Divisie. Damon, welkom hier in het eigen Volendamstadion. Sta je in mei met die schaal boven je hoofd als kampioen van de Eerste Divisie? Ja, dat is wel een mooi doel en daar gaan we vol voor en laten we hopen dat gaat gebeuren. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Onze tweede gast is Tom Overtoom. Vorige week is hij 31 geworden. Zou je niet zeggen, Tom? Nee, dankjewel. Scheelt alweer 15 jaar met mij. Dat gaat snel. Hij was in zijn jeugdjaren was hij onderdeel van het jeugdplan van Ajax. De jeugdopleiding van Ajax. En daarna voetbalde hij bij betaald voetbalclubs. Zoals Haarlem, Volendam en nu Telstar. Tom, heb jij een beetje last? Want je hebt 9 ploegen heb je gehad. Heb jij een beetje last van bindingsangst? Ja, ze wilden hem allemaal hebben, dus... Is dat zo? Ja, kijk het maar positief, hè? Dus nog een paar clubs, dan heb je ze allemaal gehad. Dan komen we wel een heel eind, denk ik, hè? Maar je hebt wel ervaring daardoor, natuurlijk. Ja, nou ja... wat je zegt, allemaal leuke clubs gehad. Allemaal leuke tijden gehad. Ja. Heel veel geleerd. Niet alleen voetballen. Als je kijkt naar de periode van Haarlem... Nou, daar hebben we ook wel heel wat meegemaakt. Ja. Ja, dat vormt je wel. Ja, leuk dat je er bent. Dank je wel. En zoals elke week, Nettie uiteraard achter de bar. Nettie, goedenavond. Hi, goedenavond. Jij zit wel eens met Jack op de bank en zit je dan te filosoferen over wie moet er nou de volgende gast worden in de aftrap? Ja, Jack heeft in het verleden in zijn radioprogramma wel eens Peter Heerschop te gast gehad. En die zou ik wel weer eens terug willen zien. De cabaretier. Ja. Jack, kun je die bellen? Ik heb zijn nummer, dus ik ga dat zeker doen. Dan ga jij regelen. Ja, zeker. We beginnen deze uitzending uiteraard met de actualiteit. Als we kijken wat er komend weekend in de Eredivisie gebeurt. Ajax gaat op bezoek zondag bij Sparta Rotterdam. En AZ speelt zondagavond tegen Vitesse. Ja, dat is het Eredivisieprogramma. Nou ja, jij hebt bij Ajax gezeten, jij ook. Volgen jullie die Eredivisie nauwlettend? Ja, zeker. Ik kijk meestal bijna... Eigenlijk alle wedstrijden van Ajax wel. En voor de rest een beetje schakelen tussen de ploegjes die een beetje leuk voetballen. Ben je dan ook supporter van Ajax? Ja, ik heb daar gespeeld. Dus mijn voorkeur gaat wel uit naar Ajax. Ja. Ja, en ze doen het hartstikke goed natuurlijk. Ook in de Champions League gaat geweldig. Ja, ze doen het fantastisch. Alleen een paar uitglijtjes de laatste weken. Maar ik denk dat als Ajax gewoon weer het normale voetbal op gaat pakken... en weer een beetje gaat scoren, dan zijn ze niet te houden. Tom, heb jij bepaalde clubs in je favoriete bestand en spelers? Nee, ook Ajax. Ja? Ja, geboren in Amsterdam. Ik heb er 12 jaar gespeeld. Toevallig zitten er nog een paar bekenden mij die er spelen. Ja, noem eens op, wie zijn dat? Blind, die speelt er nog. Klaas. Ja. En dan houdt het wel op. Ja. Blind, ja. Klaassen, zijn dat jongens daarmee? Heb je zelf gespeeld? Ja. Is denk ik dezelfde leeftijd een beetje? Ja, nou, Blind is dezelfde leeftijd. Veel opgetrokken met hem in de jeugd. Eigenlijk alle jeugd op elftallen doorlopen met hem. Dus dan is het wel leuk dat hij, om het zo te zien, dat hij het zo goed doet. Zie je hem ook nog wel eens? Spreek je hem wel? Toevallig een paar weken geleden samen gegeten. En af en toe over de app. Denk je dan niet van, goh, hij speelt Champions League en ik speel... Op Schoonenberg, het verschil is wel heel groot. Ja, zo kan het lopen. Ja, is dat dan... je hebt af en toe een beetje geluk nodig. Ja. En, maar, dat vind ik wel heel kort in de bocht, hoor. Een beetje geluk en dan een beetje sneak of... Tuurlijk, het verschil is hartstikke groot. Maar in bepaalde fases van je carrière heb je gewoon een stukje geluk nodig. En als je dan net het pech hebt, of een blessure, of een trainer die het net niet in je ziet zitten... Of, maar wat is jouw pech? Dan heb jij pech gehad, zeg je eigenlijk. Er is een moment geweest in jouw carrière dat je zegt, vandaag ging het... Ja, ik heb verkeerde keuzes gemaakt in een club.
Welk moment is dat dan? Nadat ik bij Ajax wegging. Ja. Goed, ik werd bijgestaan door een zaakwaarnemer daar. En die adviseerde mij toen naar Sparta te gaan. En dat is helemaal misgelopen. En heb je daar achteraf, als je daar nu op terugkijkt, want je bent nu 31, dus je hebt een beetje ervaring op gedaan. Kun je dan de vinger op de zere plek leggen waarom dat daar niet lukte? Lastig. Dat heeft natuurlijk meerdere factoren. Je moet altijd naar jezelf kijken. En ik was natuurlijk wat jonger. Zeker. Ja, misschien sommige dingen niet handig gedaan. Ook naar de trainer toe in reacties. Hij lokt je dan uit. En als je als oudere speler, dan weet je dat nu, dan moet je daar niet op ingaan. Maar ja, ik wilde toen zo graag spelen. En ik wilde me zo graag bewijzen daarin. Ik kwam van Ajax. En ik kwam van Ajax. Dus ik had wel een beetje een bewijsdrang. Heb je daar dan achteraf spijt van? Je zit een beetje op twee kanten. Want je wil jezelf ook niet verloochenen hoe je bent. Maar af en toe moet je wel wat tactischer zijn. Ja. En dat leer je als je in de jaren. En dat is dan inherent aan waarschijnlijk aan je leeftijd. Dat denk ik wel. Ja. En wie was toen de trainer eigenlijk bij Sparta? Michel Vonk. Oh, Michel Vonk werkte je toen mee. Ja. 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 Heb jij er ook last van gehad, Damon? Dat je mondig bent en dat je achteraf denkt van, ja, dat had ik beter niet zo kunnen doen. Nee, die momenten heb ik nu niet echt meegemaakt. Een keuze dat ik bij Ajax weg moest eigenlijk, omdat mijn contract niet verlengd werd, had ik de keuze tussen twee clubs. Uiteindelijk denk ik de goede keuze gemaakt om naar Almere te gaan. Bijna alles gespeeld. En uiteindelijk, een beetje interesse sluimeren in de interesse van andere clubs. Maar elke keer net niet. En nu eigenlijk weer terug op het oude nest. Maar jij was ook op een gegeven moment was je talent van de toekomst. En waarom is dat, is het niet verder gegaan bij Ajax eigenlijk voor jou? Dat jaar daarna raakte ik geblesseerd. In de voorbereiding. En als je in de voorbereiding 4 weken eruit bent, dan loop je eigenlijk achter het seizoen aan de hele tijd. En ja. Dat wordt dan lastig. En mijn concurrent die deed gewoon goed. Ja, dan moet je jezelf bewijzen en dan moet je zoveel beter zijn om er weer in te komen. En dat was niet het geval. Nee, maar en wat heb jij geleerd van die periode? Uiteindelijk dat je altijd keihard moet blijven trainen. En dat uiteindelijk altijd voor jezelf is. Hm. En dat je ook op moet staan voor je eigen rechten. Iets mondiger zijn. En dat is uiteindelijk ook wel gebeurd. En ook om uitleg gevraagd, onder andere wat dan een van de dingen was. En gewoon de verbeterpunten gaan trainen. En dat heb je wel meegenomen naar waar je nu staat? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, de vorige speelronde, ik zei het al, je werd natuurlijk ontsierd door supporters, tussen aanhalingstekens, die de stadions binnenbraken en vuurwerk dat op het veld werd gegooid. Telstar had er op vrijdagavond mee te maken in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. En dat gebeurde ook bij AZ. Ik ga ervan uit dat met de besluitvorming die er is, dat supporters niet in de stadions mogen zijn op dit moment, dat voor de mensen natuurlijk heel erg onprettig aanvoelt. Nou, op het moment dat je dan op deze manier ook nog een stukje onvrede kunt uiten, dan is dat helaas zo. Ja, wat vind je daar dan van, dat dat dan zo gebeurt rondom een wedstrijd van jullie? Tijdens een wedstrijd, dat mensen het stadion inkomen? Nou, ik had ze liever gewoon in een normale situatie in het stadion gehad, zodat ze ons konden steunen vanuit de positie zoals ze dat eigenlijk altijd doen. En dit gebeurt dan helaas. Ja, heb je dan echt flink de pest erin in je eigen supporters? Nee, ik heb zeker niet flink de pest in mijn eigen supporters. Want ik weet hoe begaan ze zijn met de club en met de ploeg. Dus dat zeker niet. Tom, jij zat tegen Den Haag niet bij de selectie. Zat je toen wel in het stadion? Ja. En wat denk je dan als je dat soort tafereelen ziet en ook in andere stadions? Nou, bij ons kwamen ze niet het veld op. Bij ons werden alleen een paar fakkels het veld op gegooid. Ja, het kunstgras was beschadigd. Ja, klopt. Onze verzorger was er snel bij. Die haalde het meteen de fakkel van het veld af. Het is natuurlijk plastic, dus dat brandt meteen weg. Ja. Er zitten ook twee gaten in het veld. Ja, maar wat zijn je eigen gedachten daarover? Ja, dit is niet goed te praten. Nee. Nee, ja, ik snap dat je erbij wil zijn en dat je wil laten horen. Prima. Graag ook. Ik doe dat buiten het stadion. Ja. En niet in het stadion op het veld. Nou, als je Jansen zo hoort, dan hij bagatelliseert het een beetje van. Oké.
Moet hij dat voor de bühne wel doen? Ik had verwacht, hij gaat het scherp veroordelen. Ja, nou ja, weet je, ik denk dat hij ook wel blij is met de support die er is. Waarschijnlijk is er niks gesloopt, denk ik. En ik snap... ze zijn niet door de voordeur binnengekomen. Nee, maar weet je, het is niet dat het veld of iets dergelijks beschadigd is of dat iemand gewond is geraakt, denk ik. Krijgt geen boete. Nou ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk zoveel status gebeurd bij Heracles. Het is bij Cambuur gebeurd, dus ik weet niet wat... Oh, dan is het goed. Nou ja, nee, maar dan wordt het op een gegeven moment wel lastig om iedereen... Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar ik snap ook wel dat die gasten hun club willen steunen. En dat begrijp ik. Alleen, ja, dat kan ook buiten het stadion. Het is nou helemaal zo dat het besloten is dat ze er niet bij mogen zijn. Maar het is voor het imago van het voetbal is het natuurlijk niet goed. Nee. Zeker niet ook wat er de afgelopen periode is gebeurd met de rellen ook in de stadions. En noem alles maar op. Maar ik denk dat we gewoon ons team moeten blijven steunen. Voor wie je ook bent. En gewoon op de best mogelijke manier. En ja, binnendringen, vuurwerk op het veld gooien. Dat is niet, in mijn ogen niet de beste manier om dat te doen. Nee, dat zou niet leuk zijn als het bij Volendam zou gebeuren. Met een nieuwe kunstgras. Nee, met de nieuwe kunstgras. Maar dan hebben we even een klein akkefietje. Als het weer een gat is. Hè. Ja. Nee, dus, maar kan je ook niet uitsluiten dat het gebeurt? Hè? Want er zijn al meer thuiswedstrijden van Volendam geweest. Dat er wel vuurwerk de lucht in ging. Hè? Dat was allemaal nog leuk. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is ook prima. En het liefst zou ik ze hier ook op de tribune hebben. Maar dat is helaas niet het geval. En het zou natuurlijk wel mooi zijn als ze dan buiten het stadion wel iets doen. Alleen zorgen dat ze alles heel houden. Ja. Ja, er gebeurde meer deze week. Het trieste nieuws kwam natuurlijk tot ons dat culttrainer Simon Kistenmaker op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij trainde onder meer clubs zoals Cambuur, DS79, maar ook SC Volendam en Telstar. In de jaren 90 was hij actief bij Telstar. En toen speelde hij met die ploeg een oefenwedstrijd ook nog tegen het Ajax van Louis van Gaal. Kistenmaker was verantwoordelijk voor het nieuwe Telstar. Ze waren het jaar daarvoor onderaan geëindigd. Dat was natuurlijk een mooie gelegenheid om de zaak van de grond af aan op te bouwen. Kraai meegenomen hier naartoe. Tackelen, zegt hij. Echt tackelen, Kraai. Dus ik kom aangegleden en die Fini, die George, raak ik met zijn shirtje met nummer 7, hangt boven Simon Kistenmaker, boven de dugout. En Simon gaat de rust in en 6.500 mensen klappen hun handen stuk, staan te springen. Dit is het nieuwe Telstar. Simon, tevreden in de kleedkamer, wordt geklopt. Louis van Gaal komt in die kleedkamer. Hij zegt, Simon Kistenmaker, wat een schande, wat een vieze schopploeg heb jij. Dit is geen vriendschappelijk voetbal. Dus wij denken, zo, Louis van Gaal in de kleedkamer. Simon Kistenmaker. Twee dingen, Louis. 1. Vriendschappelijk voetbal bestaat niet. 2. Opgerold uit mijn kleedkamer. Dus wij applaus voor Simon. Naast zijn humor staat Kistenmaker ook bekend om zijn hardheid. Er werd altijd spijkerhard getraind en zijn speeches en analyses waren op het scherpst van de snede. En dan kwam ik binnen, de besprekingen, de nabespreking op maandag. En dan zaten ze allemaal achter een jas verscholen. Richard Plug, jij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. En een doodstillende kleedkamer. Maar dan kwam er maar. Maar, jij moet tackelen. En als het niet goed was, kreeg ze geweldig over de kloten. En hij zegt, Nokki, jij was niet slecht. Oh, wordt een beetje wit en zegt, dankjewel meneer, dankjewel. Jij was verschrikkelijk slecht. Nou, dan ligt die hele kleedkamer, lag echt in een coma. Maar altijd gekkigheid erbij en humor erbij. Ja, dat was een mooie man, Simon Kistenmaker. Niet het type Wim Jonker of Andries Jonker, Tom? Nee, ik denk het niet, nee. Nou, je zit andere generatie. Heb je wel eens ooit zo'n trainer meegemaakt? Nee. Nee? Nee. Iemand ik heb, die echt, ik heb heel wat meegemaakt, maar nee. Nee. Welk type trainer hou jij het meest van? Ja, iemand die aanvallen... Van Sparta bijvoorbeeld? Ja. Als hij er niet is. Okay. Ja, kijkt hij ook of niet? Ja, ik denk het wel. Nou ja. De focus was niet aan. Nee, die was er niet, nee. Nee, ja, ik hou van een trainer die aanvallend voetbal speelt. We hadden het net al eventjes over Jonk. Ik heb hem dan gehad als individuele trainer.
ja, die had natuurlijk wel hele bruikbare informatie, tips. Ja. En met Jack hebben we op Jack de Gier op zich ook goede resultaten gehad en leuke voetbal gespeeld. Samen bij Almere City? Van Almere City, ja. Kwam natuurlijk ook een beetje door de spelers, maar... Dat was een goede tender van jullie. Jullie komen door mee. Maar... Ja, nee, we waren niet in Almere City toen. Nee, ik kop mezelf wel in. Maar Damon, heb jij wel zo'n soort trainer gehad? Eentje van niet lullen, maar poetsen? Nee, eigenlijk niet echt. Of past dit niet meer in de huidige tijd? Nou ja, ik denk dat het nu wel een stukje lastiger wordt. Ook zeker met de VAR natuurlijk. Ja, voor dat soort overtredingen. Dit soort overtredingen, ja, dat wordt toch een beetje moeilijk om dat op het veld te laten zien. Maar er werd wel gelachen, dat is wel duidelijk. Ja, dat geintje wat hij maakt van je was niet slecht. Je was verschrikkelijk slecht. Ja, dat kan ik wel waarderen. Die vind ik wel mooi. Die moet je erin houden. Ja, die vind ik mooi. En die maken wij af en toe ook wel eens in de kleedkamers. Maar het is allemaal wel een stuk serieuzer geworden, gepolijster. Ook naar buiten toe natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat in de kleedkamer of in de bus nog wel gelachen wordt. Maar het is op tv is het allemaal wel heel braaf geworden. Hè? Ja, klopt. Ja, maar ja, dat wordt natuurlijk ook zo gecreëerd. Hè? Met alle camera's. Dus je kan veel minder doen dan vroeger. Je kan het je niet permitteren, wou je zeggen? Nee, want anders als je deze tackles maakt, dan... Nee, dan zal ik dat binnen de lijnen, maar ook... Nee, maar ook voor, interviews, ook interviews zijn toch fijn allemaal. Maar ik denk dat je snel op je woorden gepakt wordt. Ja. Ja, weet je, media kan het zo verdraaien. En je hebt natuurlijk social media, Instagram, Facebook, Twitter. Noem alles maar op. Dus als het dan verdraaid wordt, dan gaat het ook als een lopend vuurtje. Kunstgras is ook iets van deze tijd natuurlijk. Volendam heeft een nieuw kunstgrasveld. Ik hoorde de eerste reacties. Het lijkt wel een bowlingbaan, omdat die bal een beetje een rare curve maakt. Je hebt er nu een week op lang kunnen trainen. Dan tegen Den Bosch is de eerste echte wedstrijd. Hoe is die mat nu? Ja, die mat moet natuurlijk nog even ingelopen worden. Kijk, dit is wel een beetje netjes gezegd. Yes? Ja, nee. Weet je, het is gewoon nu is het even wennen. Want die grasprieten, zeg maar, die staan nog te veel omhoog. En daardoor gaat die bal maakt hier een aparte curve. Is er gemaaid? Ja. Ik pint niet op een idee, hè? Nee, maar... Ja, dat gras dat ligt er eigenlijk nog een beetje bovenop, waardoor die bal er overheen gaat. En als je daar iets vaker op loopt, speelt, dan krijgt die bal een natuurlijkere rol en gaat die vanzelf. En dan denk ik dat het echt een prima veldje is. Ja, veel beter dan die vorige mat. Ja, dat denk ik wel. Hier heb je het gevoel dat je weer op een kunstgrasmat staat en die andere was een beetje betonachtig, zeg maar. Wat ik mij wel eens afvraag, als je nou een sliding maakt op kunstgras... Dan heb je een probleem als het droog is. Ja. Yeah. Dan lig ik niet lekker in mijn bed. Dan moet je naar Beverwijk, zeg maar. Nou, zo erg is het toch niet meer? Erg is het niet. Maar het wordt wel natuurlijk gespoten van tevoren. En ja, rust maar alsnog, als het straks weer lekker weer is en het is warm... En je maakt een tackle, dan lig je wel helemaal open. Ja. Maar zijn jullie pro-kunstgras of zeggen jullie, doe het toch maar echt veld? Want jullie zijn natuurlijk van een jongere generatie. Nou, niks gaat boven een goed gewoon gras. Ja, als je naar die beelden ziet van vroeger, weet je wel, dan zie je toch ook wel de plag in de ronde gaan. Dus dat is niet altijd geweldig geweest, hè, dat gras. Nee, klopt. Maar echt een goed grasveldje, dat gaat wel boven een kunstgrasveld. En wat, waarom dan? Nou ja, een beetje nattig. Kan je lekker doorglijden. Ja. Dat is helemaal top. Goed, we gaan van het kunstgras gaan we naar de straat. Erik-Jan Brinkman, die speelt elke week straat voetgolf met een bekend iemand uit de voetballerij. En dit keer ging hij naar Lutjebroek. Het gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? We zijn in het centrum van Lutjebroek en wel te staan op het Beursplein. Op het Beursplein? Ja. En wat heb jij met Lutjebroek? Ik woon er al sinds 2000. Voelen de benen goed? Ja, het voelt aardig goed. Even helpen. Je moet een hele stap. Hey. Oei. Jij mag beginnen. Yes. Oh. Wat is dit dan, Mathieu? Oh, hij moet overnieuw, denk ik. Die mensen staan er zo leuk, maar maakt niet uit, hè. We zijn op weg. We zijn op weg, inderdaad. Pop. Waar gaan we voor spelen? We gaan ergens bij een huis een bak water vragen. Een bak water, ja? Die gaan we over ons heen laten gooien. Over ons of... De verliezer. De verliezer, oké. Okay. Ja. Lijkt me een goede deal. Oké.
Zo, als je terugdenkt aan Volendam, wat is de eerste waar je aan denkt? Natuurlijk het kampioensjaar en ja, daarna natuurlijk ook de jaren Eredivisie. Weet je nog dat moment dat je die schaal pakte? Ja, die vergeet ik nooit meer, want ik had ook mazzel, want ja, we speelden natuurlijk uit bij ADO Den Haag. Mm-hmm. En normaal zitten ze altijd zo'n plateau zeg maar, op het veld en dan krijg je de schaal uitgereikt met alle jongens om je heen. Ja, dan heb je maar, ik denk, 1 seconde die schaal. Dan is hij natuurlijk al uit je handen gepakt door de rest. Maar ik moest de schaal ophalen op de eretribune. Dus ik kon rustig die schaal pakken. En nou, ik kon even rustig zo staan. Nou, toen rustig naar beneden lopen. Ja, toen was ik natuurlijk heel snel die schaal kwijt. Dus Ja. Dat was echt een onvergetelijk moment. En als je nu naar Volendam kijkt? Ja, leuk dat ze het nu zo goed doen. Mm-hmm. Maar goed, ik hoop niet dat ze te vroeg pieken. Ah jongens, dit slaat echt helemaal nergens op. Wat doe je tegenwoordig? Ik ben accountant belastingadviseur. Ik stap altijd wel met de boeken in de bus. En hoe reageerden je teamgenoten erop? Nou ja goed, die hadden natuurlijk andere gespreksonderwerpen. Dat ging meer over films en spelletjes en zo. Maar goed, ja, weet je, nu kom ik die jongens nog wel eens tegen en zeggen, nou, je hebt het toch wel slim gedaan toen die tijd. Dus dat is wel leuk. Dat is een zakelijk tikje, Mathieu. Ik denk dat je nu mazzel hebt dat die bal een beetje lek is. Ja. Dat is toch een beetje voordeel in. Nou, ik denk dat ik voor safe ga. Ja. Nee. Oh. Hallo. Ik heb een weddenschap gewonnen. En dat ging om een bak met water. De verliezer moet een bak met water over zich heen. Nog even kijken. Ja, is goed. Dat is wel genoeg, denk ik. Ja hoor. Valt mee. Nou, je hebt mazzel dus. 1, 2, 3. Zo. Ja, heb je een beetje opgelet? Voorganger, aanvoerder van FC Volendam. Ja, dat... Hoe je het moet doen met die schaal? Ja, ik weet niet of we op de eretribune hem op moeten halen, maar... Ik ben benieuwd. Ik hoop dat wij de volgende mogen zijn. Ja, want jij herinnert je dat seizoen nog, 2007-2008. Want jij was fan van supporter, fan van Volendam. Ja. Vertel eens ja, hoe dat ging. Dat was natuurlijk fantastisch. Weet je, wij gingen gewoon. Ik zat vooral thuiswedstrijden op de tribune. Ja. Ik zat op de P-muren, een beetje bovenin, een beetje op het, dak. Of de achterkant, een beetje rossen. Ja, een beetje sfeer maken. Beetje sfeer maken. En ja, dat was natuurlijk een fantastisch jaar. Dat ging als de brandweer toen. Was je erbij in Den Haag ook, of niet? Nee, daar was ik niet bij. Mocht dat niet voor nee, je? Ja, voor jouw ouders misschien? Ik was nog even te jong, vonden mijn ouders. Ik was 12. Toen. En toen ja, iedereen hoor je dan altijd over die rondrit, hè, over de dijk. Hè. Hoor Jack, elke week hoor ik hem erover nog, de heen en weer. Ben je er ook geweest? Nee, die heb ik ook helaas gemist. Oh, dus het wordt nu wel tijd om die echt mee te gaan maken. En het zou wel mooi zijn om zelf op de bus, op de bus te staan. Ja. Zeker. Volendam gaat natuurlijk heel goed op het ogenblik. Houden we dit vol, denk je? Of zijn we te vroeg gepiekt, zoals Mathieu zegt? Nee, ja, ik denk dat wij nog 30% beter kunnen. Als wij echt gaan voetballen, echt de vrije man kunnen vinden... dan denk ik dat wij het iedere tegenstander echt heel moeilijk kunnen maken. En dan krijgen wij per wedstrijd 6-7 kansen, denk ik. Ja, want de laatste weken is het voetballend niet om over naar huis te schrijven. Maar we winnen wel. Is dat echt een kampioen in de top? Nou ja, weet je, ik heb nu zat jaren meegemaakt in de keukenkampioendivisie. Iedere club die heeft altijd wel een mindere fase in het seizoen. En als je die mindere fase hebt, dan moet je ook zorgen dat je die punten pakt. Nou ja, en laten we dan hopen dat we nu die iets mindere fase gehad hebben en wel de punten gepakt hebben. En dat we straks met goed voetbal ook de punten gaan pakken. Nou, dan zien we het wel wat er van komt. Jullie staan 16e. Dat valt eigenlijk tegen. Ja, klopt. Ja, leuke vraag. Wij hebben veel te veel punten laten liggen. Waar ligt dat dan? Jij speelt natuurlijk niet, dat is punt 1. Nou, dankjewel. Nee, maar aan het begin van het seizoen waren we ook zoekende met het systeem. Heel veel nieuwe jongens ten opzichte van vorig jaar. Zeker achterin. Af en toe een dingetje met de keepers. Ketsertje van de keeper. Ja. Dus dat hielp natuurlijk ook niet mee. Maar goed, als jij na 16 wedstrijden, als ik het goed heb, 16e staat, dan is dat geen pech meer. Dus dan is er structureel iets niet top. Ja. Maar hoe keer je dat dan? Hoe zorg je dat beter gaat? Nou ja, als je het weet, heel makkelijk. Dan hadden we het al gedaan.
Nee, ja, soms heeft het even wat tijd nodig. Je probeert het duidelijk te maken hoe we willen voetballen. Jongens moeten het gaan snappen. En op een gegeven moment moet dat wel gaan resulteren in punten. We zijn nu ook geswitcht van formatie. Van 5-3-2 naar 4-3-3. Dus misschien dat wat teweeg brengt. Mee? Ik ben voorstander van 4-3-3. Ja, omdat dat gewoon veel duidelijker is? Dat je ermee opgegroeid bent? Ik denk dat dat is. Ik denk dat dat voor heel veel jongens duidelijkheid geeft. In bepaalde situaties weten ze gewoon wat ze moeten doen. Maar is dat eigenlijk niet de makker van Telstar? Dat er elk jaar een speler of 12-13 bijkomen die dan weer ingepast moeten worden? Want Volendam die heeft er nu, denk ik, 3 of 4 gehaald die ingepast moesten worden. En we hebben nu, Volendam heeft nu een goede mix. Is het eigenlijk niet een doorgangshuis van talenten bij Telstar en dat opbreekt? Misschien wel. Ja. Kijk, we hadden vorig jaar natuurlijk Frank Korpershoek. Die gaf achterin natuurlijk heel leiding. En dat mis je op dit moment wel, een ervaren kracht achterin. We zijn een paar goede spelers kwijtgeraakt. Ben Amar is naar Utrecht gegaan. Jacobi speelt nu bij Excelsior. Hmm. Ja, dan raak je wel wat kwijt. Ja, daardoor raak je natuurlijk ook veel spelers kwijt. Ja, dan moet je eigenlijk als het ware opnieuw gaan beginnen. Ja. En wat ik zeg, dat kost af en toe wel tijd. Maar ja, het duurt nu wel wat lang. Ja, keeper is niks voor jou? Anders heeft hij niet tegen jou als je een trappetje neerzet, kom ik net bij de last, denk ik. Je hebt 9 clubs gehad, geloof ik, 10 clubs gehad, best veel. Hè? Ja. Wat ga je na dit seizoen doen? Ik heb nog een contract voor een jaar. Hè. Oh ja. Dus hierna nog een jaar. Ja, maar goed, voor mij heb je bij geen enkele club langer dan 2 seizoenen gezeten. Nee, iedereen trok aan me, dus dan moet je keuzes maken. Ja, hè? Ja, maar wat wil je nog? Ik bedoel, je bent 31. Nou ja, kijk, ik heb de keuze voor Telstar gemaakt omdat ik wilde voetballen. Ik kwam van NEC en zat ik op een gegeven moment in een situatie dat was uitzichtloos. En op een gegeven moment gaat het weer kriebelen. Ik ben dan toch liefhebber en ik wil gewoon voetballen. En mijn vriendin die kreeg, we kregen ook een kleine, dus we wilden ook weer terug naar huis. Ja. Dat was wel wat makkelijker. Dus Telstar gaf een mooie optie. Maar ik kijk niet stiekem vanuit, zou een niveautje hoger willen? Kun je dat? Misschien zeg je dat wel. Ik heb nu de andere kant meegemaakt. En dan ga je waarderen wat je hebt. Ja. En dat is ook af en toe... Gewoon lekker voetballen. Ik vind het leukst om te voetballen. En op de bank zitten is niks voor mij. Nee. Dus... Dan kies ik hiervoor. Het ligt van alles op tafel. Het ziet er gezellig uit. Maar ik weet niet wie het wil aftrappen. Tom, misschien jij? Laat beginnen met... wat is het, een spiegel? Nee, een blad. Maar ik dacht dat hier... De bitter gaan het duur, hè? De bitterballen. Ja. Wat heb je meegenomen? Hey, dit is een schaal die ik heb gewonnen. Het was een jeugd-WK. Kan je mensen naar de camera laten zien? Een jeugd-WK, waar Tom? Wij mochten een jeugd-WK naspelen als Nederland zijnde in Frankrijk. Hoe oud was je toen? 12, 13. Oké. Okay. Heel lang geleden, ja. Ja, ja die dingen, ja, het klinkt heel raar. Dan word je toch wat ouder. Maar als je ouder wordt, dan ga je dit soort dingen toch weer waarderen. En toen? Op dat moment is het, ja, het klinkt heel raar, normaal. Ja, oké, ik heb het gewonnen. Ja, prima. Ga je later we gaan weer door. Ja. Maar is het een persoonlijke prijs? Of is het wat... Dit is een persoonlijke prijs. Ja? Ja, ik was beste speler van het toernooi. Oké. Okay. Ja, dus dat koester ik. Dat vind ik heel mooi om op terug te kijken. Hele mooie wedstrijden gehad. Brazilië uitgeschakeld. En toen dacht de kleine Tom Overtoom, ik word later speler van het grote NL Zelftal. Dat kan toch niet anders? Ja, een droom heb je wel. Tuurlijk, ja. Toch? Tuurlijk. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Als je die droom niet hebt, dan moet je... Ja. Ja. Nee. En die bal? Dit is wel een speciale, ja. Dit was bij Almere. Ik was een tijd uit de relatie. Ik had mijn arm gebroken. En eigenlijk de eerste wedstrijd dat ik weer mocht spelen... maakte ik een hat-trick. Dus ook een heel speciaal moment. Ik kan me voorstellen. Zeker voor de geschiedenis ervoor. Een hat-trick, geldt dat ook voor jou, Damon? Die bal? Ja, ik heb ook een balletje meegenomen. Jij maakt toch een hat-trick of wel? Als centrale verdediger een beetje gek om misschien een hat-trick te maken. Ja, serieus? Ja, maar dat is gebeurd in de play-offs wedstrijd tegen MVV. Met Almere ook? Met Almere. Het seizoen dat jij volgens mij ook die hat-trick maakte, volgens mij. Ja, klopt.
Dus we zijn getuige geweest van ik van zijn hat-trick en hij van mijn. Ik hoor het al, je zit echt matties. Ja, ja, zeker. En, nou ja, dat was de eerste wedstrijd in de play-offs. En toen wonnen we daar met 1-3 uit bij MVV. 3 keer Mirani. Kijk eens aan. Eerst, kijk, dus nooit meer gebeurt erna. Eerste met rechts, tweede met links en de derde met mijn hoofd. Echt, dus het is een zuivere hat-trick zoals ze dat noemen. Ja, alleen niet in één helft. Nee, okay. En ook niet achter elkaar, want er was nog 1 goal tussen. Maar alsnog, ja, dat gebeurt niet zo vaak, denk ik. Nee, ik wilde ook nog een bal mee nemen. Ja. Een zaalvoetbal. Ja. 3 keer achter elkaar in de zaal. Ja. Hey, maar bij jou staat een handtekening op. Ja, goede doel. Ja. Ja. Bij jou staat een handtekening op, bij jou niet. Nee, klopt. Ik heb hem ook, moet ik eerlijk zeggen, een stiekem meegenomen. En waar, serieus? Ja, ik mocht hem niet meenemen. Dus, maar ja, ja, dan komt hij eigenwijs. Zo vaak scoor je ook niet 3 keer, toch? Dus, wat denk je ervan? Ik zeg, ik vind het wel goed met je. Ja. Ja. Er ligt ook een shirt op tafel. Ja. Ook oranje? Ja. Ook oranje. Dit was het EK met het Nederlands elftal onder 19. In Griekenland was dat. We zaten in de pool bij Rusland, Spanje en Duitsland. En we werden net dan uitgeschakeld op doelsaldo. We hadden allemaal 4 punten. En we verloren van Duitsland, helaas. En nou ja, de jongens die daar toen speelden waren Timo Werner, Leroy Sané, Jonathan Tah, Klosterman van Leipzig. Dus dat waren wel aardige namen bij Duitsland. En bij Spanje Asensio, Ceballos, Mico Merino. En bij Nederland? Noem eens een paar. En bij Nederland speelden we met Frenkie de Jong. Met Nouri. Met Bilal Cic. Dan Pelle van Amersfoort. Joël Drommel. Even kijken. Larty Sanjes van NEC toen. Ja. Duarte. Mooie namen. Ja, dat zijn zeker mooie namen. Ik heb toch het gevoel dat hier 2 talenten aan tafel zitten die meer uit hun carrière hadden moeten halen, of niet? Nou ja, ik denk dat het ook een beetje net als wat Tom geldt. Gewoon net een beetje mazzel hebben op de juiste momenten. En ik denk dat wij het allebei wel aan kunnen. Ja. En de clubs moeten eigenlijk dan net even overstappen. Kees, alle 11, Damon? Ja, dit is geen probleem. Nee, pas weer in de goal. En dan jouw teamgenoot Casius op rechtsback. Timber en Blind in het centrum. En Wijndal op linksback. Middenveld sinds vorige week Volendam-speler Alex Plat. Met de punt naar achteren, moest ik bij zeggen. Van Marco Tol, die hem erin gezet heeft. Berghuis en Gravenberg op het middenveld van Ajax. Van Michem is weer naar de rechterkant verhuisd. Muur in de punt. En Tadic nieuw op links. Jesse Buurk is de scheidsrechter. En Van Gaal. Ja, die is door Frank Snoeks in het elftal gezet omdat hij ons naar het WK in Qatar moest leiden. Dat gebeurde. Nou, dat heb je gedaan, ja. Jij bent de eerste speler die hier is die er zelf ook in heeft gestaan. Dus je zou jezelf terug kunnen zetten. Ja, dat vind ik een beetje lastig om zelf te doen. Ja, dat begrijp ik. Wim maar, Jong, voor de duidelijkheid, heeft jou erin gezet. En Martin van Ophuizen heeft je er een keer in gezet. Ja, maar wie heeft me eruit gehaald, dat is de vraag. Ja, dat moeten we even terugzoeken. Ja, dat weet ik niet. Die gaan we even opzoeken. Die ga je opzoeken. Nee, maar ja, wie ik erin ga zetten, dat is deze meneer hier. Oh, okay. Die heeft verstand van voetbal, dat jongens. Dat is niet omdat er... Dit moet je heel goed gaan onderbouwen. Ja, nee, dat is niet omdat het vriendjespolitiek is. Maar ik heb hem meegemaakt bij Almere. We hebben een hartstikke goede band opgebouwd, denk ik. Op en naast het veld. En ik denk dat Tom onderschat wordt. Tom is een onderschatte voetbal. Waar moet hij gaan spelen? Nou, die gaat Tommy moet op het middenveld. En Tommy is heel goed in spelletje verdelen, spelletje lezen, wegdraaien. Dus hij gaat, hoe lullig het misschien ook is, denk ik dat het beste is voor de balans op het middenveld. Berghuis wat meer aanvallen. Alex, puntje naar achter. Zet het maar neer. En dan gaat helaas Gravenberg eraf. Hele goede speler. Eigenlijk snap je. Ja. Maar daar wil ik Tom Overtoom hebben. Je moet nog maken. Dus we blijven wel zo. Dus Tom komt een beetje links. Ja. Links Tom een beetje links. Links. Ja. Prima plek. Is dat wat voor je, Tom? Of? En normaal sta ik daar ook. Dus, ja. Ik hoor net van Tom dat je eindelijk dat je het snapt. Ja, dat... Ja. Nou, we gaan het eindelijk inzien. Het inzien komt met de jaren. Zeg. Ja, Tom, nou weet ik volgens mij ook wie jij erin gaat zitten. Het zal toch niet? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga wel Damon doen. Ja. Ja, nee. Maar dan moet ik wel een beetje schuiven. Ja, hey, maar daarom zijn we hier. Ja, nee, dat is ook zo. Ik ga die trainingscursus doen. Want ik ga Blind er niet uithalen.
Je gaat me niet linksback zetten, toch? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dan zet ik blind linksback. En dan ga ik jou in het centrum zetten. Dus Wijnald eraf? Die gaat eraf. Nee. Wijnald die staat er al sinds het begin in, jongens. Ja, nou, sorry. Gaat Wijnald eraf? Ja. Voor Mirani? En waarom? Moet ik links of rechts? Trouwens. Wat wil je zelf? Ah, ik denk dat ik rechts beter ben. Dan ga jij links gewoon, joh. Dan ga je links. Dat moet je ook leren. Maar waarom Mirani erin? Ik heb ook met Mirani gespeeld. En ik vind het een hele professionele jongen voor zijn leeftijd al. Zeker toen bij Almere al. En gewoon een hele goede verdediger. Je zal nooit betrappen op rare dingen. Wat je af en toe wel eens bij verdedigen ziet. Zeker in onze competitie. Hij is elk seizoen is hij goed voor plus 5 goals. En het is zeker nu bij Volendam is het gewoon is de leider. Het is wel zo dat Volendam nu goed vertegenwoordigd is trouwens, jongens, in het elftal. Ja, Telstar blijft een beetje achter Tom. Hey, hebben er al mensen ingestaan? Ja. Nee. Spelers niet, volgens mij alleen Anders Jonker. Ja, daarom. Hij is nu de eerste primeurtje. Ja, Tom Overtoom. Tom Overtoom als eerste Telstar speler erin. Goed, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. Onze gasten, hartstikke bedankt voor jullie komst. En succes met wat jullie ook doen. En natuurlijk jij met Volendam en jij met Telstar. Dank je wel. Spoedig herstel gewenst, Tom, want je bent nog niet fit, hè? Nee, bijna. Bijna. Ja. Ah, je gaat een weekje, twee weekjes. Gaat goed komen. En Damon lekker met Volendam de rest in een bos. Wie hebben we volgende week, Jack? Volgende week hebben we M&M, Michiel Kramer en Mischa Salde. Kijk eens aan. Twee keer oud Volendam. Twee keer oud Volendam. Goed. Ja. Bedankt voor het kijken. Het voetbalweekend is begonnen. Veel plezier ermee. Dag. Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Smit BV, Molenaar en Zwarthout, adviseurs en verzekeringen, Mick Volendam, kraanverhuur, Tol, plaatwerk, Kras Recycling en Kivo Plastic Verpakkingen.